Uithouden, het is koud vandaag, hè? Het is fris. 10 graden. 10 graden. Gelukkig heb ik een extra hesje. Ja? Geen lange onderbroeken? Nee, die zijn ze nog aan het maken voor de zomer. Juist. Nou, we wachten het af, jongens. Het gaat helemaal goed komen. En er is genoeg te drinken, zie ik. Hè? Dit is onze tweede fles. Maar ik moest nog steeds niet naar de wc. Ik snap niet waar het lijkt. Nou ja, die is vlakbij, hè? Daar. Ja, maar je ziet het al, die wordt niet gebruikt. Aha. Want het verdampt veel te snel. Dus we hoeven hem ook niet te legen vanavond? Nee, dus dat is weer een goed voordeel. Vandaag en anders wat gewoed en boeit. Bij slechts 29 graden in Wijs. Voor, ik dacht de derde of de vierde keer, het Caribbean feest van Pieter Kors van het Helletje. Gisteren was het nog 10 graden warmer. Moet je je voorstellen, als je in Wijs zou lopen met 10 graden buitentemperatuur en een dag later is het 0 graden. Dat gevoel hebben we allemaal een beetje. Ik heb zelfs al lange onderbroeken gezien. Maar bij 29 graden gaan we eens even de sfeer proeven van de Caribbean Party van het Helletje. Een belangrijk onderdeel van de Caribbean Party is niet alleen de temperatuur, de dorst en de drank. Nee, de hapjes spelen een grote rol. En we hebben vanmiddag al even stiekem gekeken wat hier voor heerlijke spullen staan. Hè? Hier allerlei heerlijke dingen. We hebben pangsiet, lumpiaatjes, martabak, nou, spekkoek. Wat wil je nog meer? Nederland. Het is mooi weer. Wij Nederlanders zeggen altijd pang shit. Maar het is geen pang shit. Toch niet? Nee. Het is geen shit, hè? Nee, het is geen shit. Ja, ik ben wel goed, maar ik ben niet zo meer zo goed erin. Maar wie weet, ga ik dat doen. Volg jij ons regelmatig? Nou, regelmatig. Maar wel 2 keer per jaar in ieder geval. En dan kijk je alle 120 items? Nee. Zoveel staan erop, hè? Nee. Wist jij dat als jij bij ons homepagina gedeelte komt, dat je dan op de video's moet klikken, dan krijgen ze alle 123. Dat weet ik niet, nee. Sorry. Bij deze tip? Ja, dat ga ik doen. Okay, jongen. Ik weet niet morgen, maar ik ga het een keer doen. Als je morgen kijkt, dan is de reportage klaar. Oh, lekker snel. Hoe smaakt het gebeuren hier? Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja, moet wel, want je kan niet alleen maar drinken. Je moet ook eten tussendoor. Kijk, hier spreekt een verstandige wijsman. Dankjewel. Dat is Bami. Bami Caribbean Chicken. Voor de brugwachter? Voor de brugwachter. Maar dan moet ook eten. Zo is het. En dat hokje heeft geen airco, hè? Nou, kijk. Nee. Dat is het nadeel. 40 graden, joh. Juist. Ja. Kijk, is het voor u? Maar binnenkort worden alle brugwachters afgeschaft, hè? Denk het, ja. Is dat echt zo? Denk het wel, ja. Ze willen alles automatisch maken, hè? Ja, is makkelijker, hè? Zou het ook veiliger zijn? Nee. Ik denk het ook niet. Nee, denk het ook niet. En het is ook niet goed voor de werkgelegenheid. Ook niet, nee. En de sfeer van Weesp met dat klompje gaan wij missen. Ook nog. Dat schattige Weesp-klompje. Ja. Ja, dankjewel. Ik zou er een actie van maken. Is goed. Maar ik ga even lekker eten. Hij is smakelijk, jongens. Ja? Ja. Dag. Nou, ik heb heerlijke broodjes op deze verschrikkelijk warme dag. Ja. Met heerlijk broodje kip curry. Aha. En een heerlijk broodje met een bakkeljauw, zoute vis. Aha. Dus voor de mensen die zin hebben in een broodje, kom gezellig langs, toch? Heb je het allemaal zelf gekookt? Nee, ik niet, maar deze collega naast me wel. Dat is het talent erachter. Dus... Die hebben we net gesproken, ja. Ja, Gilly's Tasty. Hey, goedemiddag, wat een verrassing dat ik hier langs waai. Ja. Waar komt al dit lekkers vandaan en heb ik het over het eten? Suriname. Dat komt uit Suriname. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, nee, maar het is oorspronkelijk eten dat de voorouders erin staan en mee hebben genomen. Ja. Zoals de bara, de roti. Ja. Begrijp je, met lekkere kip. Die was gisteravond nog onderweg in het vliegtuig. Nee. Dit is vers uit de pers, kijk u maar. Ja, maar het is wel hier naartoe gevlogen, hè? De producten wel, de kruiden en zo, ja. Ja, toen was de kerosine op, dus dat klopt niet. Nee. We hadden een voorbereiding genomen dat het aankwam daar. De vereniging hebben gehad. Iedereen lacht, behalve hij. Nee, maar voor het feestje hebben we deze voorbereiding aangetroffen. Ja. Dus het was al in de maat. Oké. Wij hebben tacos. Ja. Mexicaanse soft tacos en wij hebben ook de nachos. Wat is het verschil tussen een nacho en een taco? De nachos is gewoon de tortilla gefrituurd met kaas en vullings en toppings zoals tomaten, uien en bonen en guacamole ook hetzelfde. En de soft taco, het is gewoon een kleine pannenkoekje. Wat jij ook warm, hè? En dan maak jij gewoon een schelp, maar iets soft. En doe jij met de gerechtjes zoals kip, varkenvlees of beef. Ja, dus het is omgevouwen pannenkoek eigenlijk? Ja, soort of. Ja. En nog dansen straks? Ja, zeker weten. Dan wordt zweten dan, hè? Ja, inderdaad. Ik zweet hier met de planken. Dus, ja, dat
doe je toch wel een slim setje aan, hè? Dan moet er wat uit, toch, als je dat soort dansen doet? Nou ja, weet ik niet. Nou, heb ik wel eens gezien. Ja, gezien, maar zie ik altijd, niet. Zie ik altijd mensen dansen met heel weinig kleren aan. Oh ja, dat wel. Dat komt door de warmte dan, hè? Ja, inderdaad, dat komt door de warmte, ja. Ik vind het nu al spannend worden. Ik ook. Hey, doei. Dit is de decoratie, wij doen barbecuen. Juist. Oh, heel veel vlees. Aha. Ja. Deze tuintjes hebben er niks mee te maken. Nee, eigenlijk niet. Wel een goede marketing. Ja, toch? Neem maar aan dat het allemaal vers is dan. Jazeker, dat sowieso. Dat is ook de barbecue. Alles staat daarop. Dus, dat zag ik al, een enorm apparaat. Ja, dat is een smoker. Ja. En dan kan je met verschillende temperaturen kan je slow cooking en grillen kan je doen. Dus vandaag hebben we pulled pork, pulled chicken en burgers. Aha. Maar we kunnen er ook spare ribs, groentes en dergelijke. Alles kunnen we erop maken. Dit is de kleine. Nadeel is dat hij zo'n warmte geeft, hè? Ja, nou dat went wel op een gegeven moment, hoor. Okay. Het is sowieso 30 graden, dus dan valt dit een beetje van allemaal mee. Maar 30 graden vandaag. Ja, daarom. Bij die smoker is het 50. Aloha, zeker. Aloha, ja, absoluut. Hey, wij waren er niet helemaal achter. Hoeveelste keer dit nou is dat je het organiseert? Dit is de derde keer. Ik weet niet of je het weet. De eerste keer was natuurlijk met mooi weer begonnen en toen om 6 uur gaan regenen en nooit meer droog geworden. Ja, geen droge draad, alle stoppen gingen eruit, noem het allemaal maar op. Vorig jaar hebben we tot 2 uur een paar hele grote buien gehad en daarna werd het gewoon fantastisch mooi weer. En nu, hetzelfde beter, verhaal eigenlijk. Eigenlijk hetzelfde verhaal. 10 graden minder dan een dag 10 graden gisteren, je zag het aan je filmpje van vorig jaar. 10 het was graden kil, minder. Het was kil vandaag. Ja, en dit is prima, dit is helemaal goed. En je ziet het begint lekker vol te lopen allemaal. We hebben leuke eetkramen, we hebben allemaal lekkere dingen. Tot hoe laat mag je doorgaan eigenlijk? We gaan tot 11 uur door met de muziek en tot 11:30 mogen we buiten eten en drinken. Er komt zometeen nog een brassband binnenlopen als het goed is. We hebben nog een grote band op het podium om 7 uur. Dus leuker kan ik het niet maken. Ja. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet, toch? We hebben alle ingrediënten voor een mooi feestje in ieder geval. Dat was weer het derde festival
Caribbean Festival van Piet en bij het Helletje. Volgens mij zijn volgende feestje wordt Concert aan de Steiger. Ik weet niet of wij daarbij zijn, maar vandaag een zinderende middag, een zinderende avond gaan we nog bekijken. We krijgen artiesten, we krijgen de duisternis en de verlichting die de sfeer afmaakt. We hebben weer een tropisch feest extra in wijs om volgend jaar weer naar uit te kijken. Wat mij betreft, tot de volgende, alles wat goed en moeite.